Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hield kan verloren, laat alvast een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer Brawl Stars. En vandaag een hele vette Brawl Stars video. En ik denk dat de Brawl Stars fans dit ook echt mega vet vinden om te gaan kijken. Ik ga niet te lang praten, ik zit op mijn account, op mijn Brawl Stars account. Ik ben een beetje omhoog gepusht, maar dat laat ik wel aan het eind van de video zien. Want ik zit op dit moment bij Eend en bij Jelle in het team. En dit is gewoon, deze twee gasten zijn enorm goed. Ik zal het even laten zien. Local Total Trophies. Jelle staat op dit moment nummer 2 van de wereld. Ja, dat is hem echt, jongens. Jelle staat nummer 2 van de wereld. En Eend staat nummer 10 van de wereld. Dus we gaan nu gewoon spelen met de nummer 1 en de nummer 10 van de wereld. Even van de wereld, sorry. Excuus, van Nederland. Alsnog natuurlijk meesterlijk goed. Ze lopen met ons te sollen, zie je dat? Ze lopen met onze sollen. Ze maken expres die goal niet eens af. Zag je dat, hoe pijnlijk dit is gewoon op dit moment? Eventjes kijken. Oh, we hebben al verloren natuurlijk. Het is tot 2. Het spijt me, Ik pak wel even een andere brawler. Oké, we hebben een andere game mode nu. We gaan nu Gem Grab spelen. En ik speel nu met Poco. Ik ben even geswitcht. Ik heb even gevraagd van, hé, wat moet ik nu spelen? En ze zeiden van, ja, speel maar met Poco. Prima. Ik hoop dat we nu niet zo afgaan als net. Oh ja, spelen Gem Grab. Het leek even alsof dit een andere game mode was. Ik heb deze map bij Gem Grab zelf niet vaak gespeeld. Meestal is dat gewoon echt in zo'n godachtig gebiedje. Maar ik ben dus Poco. Ja, Poco is niet echt mijn beste brawler. Maar ik weet natuurlijk wel een beetje hoe je met Poco speelt. Ja, lekker. Shelly is dood. Shelly is dood. Ik weet natuurlijk wel een beetje hoe je met Poco speelt, maar niet heel goed. Ik ben juist degene die volgens mij die gems moet pakken. En de rest moet supporten en een beetje achter moet blijven. Volgens mij is dat mijn taak, maar ik heb op dit moment maar 1 gem. Dus dat is wel eigenlijk een best wel lastige taak. Ik weet eigenlijk niet eens of Poco een moeilijke character is. Ja, ik moet gewoon een beetje die gems gaan verzamelen. En een beetje achter blijven en gewoon mijn special gebruiken als Eend of Jelle dat nodig heeft. Oké, dan komt hij hier nu binnen door met Shelly. Ja, nu is het even handig om even te healen. Dat lijkt me wel verstandig. Let's go. We hebben nu 4 sterren, 4 van die diamantjes. Dus dat is helemaal top. Ik blijf gewoon een beetje achter. En ik denk dat ik gewoon die diamantjes ga verzamelen. Ik zie wel vaker dat mensen met Poco die diamantjes verzamelen. En de rest die een beetje aanvalt. Ik moet natuurlijk een beetje letten op Dynamike. Ik heb er nu al 6, dus dat is chill. Ik ga nu een beetje naar achter. Worden langzaam een beetje naar achter gepusht. Oppassen voor die Shelly die me natuurlijk in 1 keer kan pakken. Mooi, we hebben weer een killetje. We kunnen helaas nu niet healen, anders had ik dat zwaar gedaan. Ja, Mortis. Ja, oh, dit is heel chill. Dit is heel chill. Oké, we hebben nu 6 steentjes. 7-0 staat het. Wacht, ik moet heel even wachten voordat ik die steentjes hier in het midden pak. Daar moet ik natuurlijk een beetje voor oppassen. Ik ga even mezelf healen. Ik weet dat het geen super goede heal was, dat ik mijn team niet healde. Maar ik moest mezelf even healen, want straks was ik dood. En ik heb natuurlijk 7 die steentjes. Dus dat is ook niet al te best. Shelly ook neer. Zo, we spelen best wel prima dit potje. Als ik deze 2 pak, dan zitten we op 10. 8, 9, 10. Let's go. Kijk, dit is gewoon veel beter. Ik ga nu gewoon een beetje achterin verstoppen. En ik laat hun wel het werk doen. Ja, ik weet als ik nu neerga dat ik op een nieuw steentje moet verzamelen. Ik heb er zelf natuurlijk niet 10. Maar ik ga gewoon een beetje achterin spelen. En gewoon een beetje pushy spelen. Zodat we opeens niet verrast kunnen worden. Maak nog even een dynamite neer. Gooi ik nog even een healetje neer. Ja, dan is het zeker gewoon gespeeld. Hebben we dit potje best wel makkelijk weten te winnen. Dus met Jelle en Eend. Ik kan ook nu zien, we komen nu tegen iets minder hoog. Dus rond de 700. Ja, ik bedoel 700 met een brawler. Mijn hoogste brawler is 300. Dus dat is eigenlijk echt alsnog extreem gewoon. Maar dit potje ging wel goed. We gaan er wel weer uit. Dat zijn ze wel fan van. Om gewoon de hele tijd na elk potje een andere brawler te pakken. Ik vind het op zich wel prima gaan zo. We komen tegen een bow. Een Bardi volgens mij en een Dynamike. Ik weet niet of ik het goed onthouden heb. Kijk, zo'n Dynamike is veel beter. Die hou je op afstand. En die kan je ook nog eens met afstand... kan je daar ook nog op mensen schieten. Nu de hele tijd, ik heb niet echt zo'n afstand brawler. Ook Boel is natuurlijk ook niet zo'n afstand brawler. Dus ja, dat is best wel lastig op een gegeven moment. Want kijk, ze kunnen gewoon die bommen gooien. En dan houden ze ons gewoon zeg maar op afstand. Dat is een beetje het idee dat voor mij de tactiek is van een Bardi of een Dynamike. Dat is gewoon die... Oh, Tino Siege. Oké. Op zich niet heel erg. Maar natuurlijk aan de andere kant, die Boel doet wel heel veel damage. Dus dan kan je de robot van de tegenstanders best wel makkelijk mee stoppen natuurlijk. Zo, heb ik even lekker een steentje te pakken. Dat is in ieder geval een beetje chill. We hebben nog 34 seconden tot de next siege. Dus dat is best wel veel. Dat gaat er wel, omdat er net een tie was, gaat dit wel een hele flinke robot worden natuurlijk. Ja. Oh, kom op. Pak die bow. Nee, bijna.
Oké, we doen even dit beestje. Ik kan bijna die boot te pakken. Oh nee, ik ben nu dood. Ik ben zwaar dood. Maar wat wel chill is, Anita, is dat ik een beetje voor afleiding zorg. Natuurlijk met die grote beer die ik dus span bij mijn power. En echt Jelle en Eentje op dit moment flink goed bezig, jongens. Dit was een hele belangrijke kill voor mij. Want daardoor zijn we nu op getijd. Ik zweer. Als ik die kill... Ja, misschien had Jelle die kill ook gemaakt. Maar dat is wel een hele belangrijke kill. Dit is wel een heel spannend potje. Het gaat echt super gelijk op. Alleen nu niet meer. Want nu staan wij echt flink voor met die bouten. En wij gaan nu zo'n sterke robot maken. Dat het gewoon bijna onmogelijk wordt voor hun om deze robot te stoppen. Moet je kijken. 17, 18, 19. Dit is gewoon zo klaar. Als je het maar klaar kan hebben, denk ik. Ik denk dat dit echt gewoon zwaar onmogelijk is voor hun. Om dit ooit te winnen. 21. Ik heb nog nooit zo'n grote robot überhaupt gehad. Daar zijn nog twee bouten. Ik ga gewoon over de suicide. Ik ga gewoon kijken of ik die bout kan pakken. Ja, ik heb die bout te pakken. 22, 23, 24. Nou, kom maar op met die robot. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik weet zeker dat dit in één keer gewoon een vol maaien wordt. Het is wel maar 25 seconden dat we hebben. Dat is natuurlijk wel weinig tijd eigenlijk. Dat is flink weinig tijd, zeg. Bedenk me nu. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik zelf niet doodga. Die robot die doet wel flinke damage. Als wij er nu gewoon vol in pompen. Ik weet niet hoe sterk... Ja, die robot is mega sterk. Ik weet wel hoe sterk dit is. Let's go. Dit potje gewonnen. We hebben één siege verloren. Eén gewonnen. Kijk, nu komen we toch rond de 600 mensen. Rond de 600, zeg maar. En dan gaat het opeens wel weer beter. Dan hebben we opeens wel weer meer kans om te winnen. Met een noob zoals ik natuurlijk. Browsing for the three events. Oké, we gaan weer een andere game doen als het goed is. Eend heeft een hele lijpe bow ding. Oh, hij gaat toch poko. En Jelle is de tovenaar. Weet je wat het is? Ik heb geen idee welke compositie. Waarschijnlijk zagen ze, oh, Floris speelt met El Primo. Dan pakken wij deze twee. En dat past dan het beste, ja. Kijk, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een Clash Royale. Ik weet bijvoorbeeld welke decks goed zijn. Maar, El Primootje. Even zitten jij. Mooie paas dit zeg. Daar werden we gewoon even gebarcelonaat gewoon. Daar werden we gewoon even getiktakt. En dan was het er even klaar. Ik dacht even dat ik goed bezig was. Ik moet natuurlijk ook gewoon op die bal letten. Dat is wel even een ideetje eigenlijk, hè. Dat ik wel op die bal ook ga letten. Nou, gaan wij even... El Primo is natuurlijk de tank. Dus laat me best wel slim als ik gewoon eventjes de bal, de goal score. En dan boom. Ik ben gewoon echt alle kolompjes aan het spammen. Ik wou daar zo graag een goal maken. Die kot is trouwens zo weak. Jelle, maar die kot alsjeblieft neer. Eentje heeft je kot. Oké, nice. Jelle was dood. Eentje is er nog boven. Ga even kijken of die Penny... Oh, daar heeft hij daar zijn bommenleggertje. Die moeten we even natuurlijk heel graag kapot maken. Slechte bommenlegger van Eend. Van Eend niet natuurlijk. Excuus van de tegenstander. Ga ik even kijken of ik een beetje... flink geraakt daar. Ik ga even kijken of ik een passie kan gooien. Ja, dan, dat doet hij terug. Maar natuurlijk, als ik aan de bal ben... Ja, dan is hij neer. Oké, we hebben nu 3 voor de goal. Ik moet dit gewoon even goed spelen. Maak hem, Floris. Boom. Ja, oh nee, hè? Hoe zat hij niet? Maak hem maar. Let's go. 1-1. Oké. 1-1 nu. 1-1. Oké, het wordt nu echt even close. In mijn jaszak, denk ik. Kan een goose jaszak. Het staat nu 1 minuutje. Moeten we dus nu nog spelen. Het staat 1-1. Dus 1 goal. Het is gelijk klaar. Even kijken hoor. Hoe gaan we dit? Ik denk dat ik gewoon even dit wacht. Ik laat die kot even op ons afkomen. En ik moet even een killtje maken. Want als ze nu een beetje lopen te jagen hier met z'n drieën voor onze goal. Dan worden we natuurlijk ook niet blij van. Oké, kot is in ieder geval neer. Nu kunnen we langzaam een beetje omhoog pushen. Ga ik even via links. Zo, maaien. Ja, neer. Oké, chill. Nou, ik ben zelf ook neer, maar die El Primo is ook neer. Dus dat is, cancelt elkaar een soort van uit. 20 seconden nog. Ik heb geen idee wat er nu aan de hand is. Ik zie nu wel dat blauw de bal heeft. En daar word ik wel heel vrolijk van. Oké, we zijn hier niet heel ver. We zitten net over de middenlijn. Misschien kan ik eventjes iets... doen met mijn special. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon net even moet laten gaan. Volgens mij als de tijd om is, dan begin je weer in het midden. Toch of niet? Even kijken. Dan reset je soort van. Nee, je gaat gewoon gelijk door. En je hebt geen muren meer. Kijk, nu weet iedereen hoe slecht ik ben in Brawl Ball. Dat ik dit gewoon niet eens weet. Kijk, dat is wel ook iets, een dingetje zeg maar. Ik doe wel veel. Ik voor mijn gevoel doe ik wel iets dit potje. Hij paast natuurlijk naar mij, want ik degene ben met alle damage. Ik ga hem toch even terugpasen.
toch even wegpassen. Dat hij even de aandacht een beetje verdeeld wordt over hem. Ah, damn it, 2.36. De avond een beetje verdeeld wordt. De aandacht bedoel ik natuurlijk. Kom op, dan ben ik er nu weer. 30 seconden of wordt dit een draw? Wat een potje dit, jongens. Wat een potje dit. Oké, maaien. Ja. Oké, we gaan. Gaat hij naar mij passen of niet? Oh, die Colt is extreem irritant. Die Colt, ja, oké. Ik heb een super die ik kan gebruiken. Ah, damn it. Ik gebruik die, ik weet ook heel... Oh, die klop! Eet, maak hem. Oh mijn god, dit potje, jongens. Oh, dit is niet normaal. Eet maakt hem letterlijk in de laatste secondes af. Zo, die human. Wat een baas is die eend. Wat een baas. Met Coltus en met... Hoe heet die wizard? Die gekke wizard. Hij heet geen Harry. Nee, ik weet niet hoe die wizard heet. Oh, hij speelt niet met de wizard. Hij speelt niet met... dat is gewoon Barley. Maar dan met een wizard tenuutje aan. Aha, daar komt de aap uit mij dat ik hem niet ken. Ik dacht al van, huh? Maar dat is natuurlijk geen nieuwe brawler. Dat is... Oh, kom op, gaat dood. Kijk, we hebben nu wel 2 kills. Oh nee, ja maar. Het leek alsof ik een kill maakte. Dat was gewoon jellen. Ik heb wel zo'n gevoel dat we dit potje gaan winnen, jongens. Ik weet niet. We killen hem best wel makkelijk nu. Die El Primo dood. Oh, 508 heeft hij. 8. Oké. En ik ben doodgegaan door iets dat ik niet weet. En ik had misschien eventjes moeten jumpen daar. Ja, ik had daar moeten jumpen, 100%. Ik had die El Primo moeten neermaaien met mijn special. Maar toch heb ik nog steeds vertrouwen over dit potje, jongens. Ik heb nog steeds echt wel vertrouwen dat we dit potje gaan winnen. En eigenlijk word ik zo ook wel een stuk beter in Brawl Stars. Als ik gewoon... Oh... Zo, was dat een bal? Of nee, dat was een bubbel van die ene nieuwe brawler. Ja, voor jullie al niet meer nieuw, maar die is best wel nieuw volgens mij, voor mijn gevoel. Oh, Jelle scoort. Oké, nice. Lekker gedaan, Jelle. We hadden natuurlijk al die gasten gekild. Dus Jelle dacht, ik ga even snel een golassetje maken. Prima neer. Kijk, we... Oh nee. Waar is de bal? Daar is de bal. Oké. Ik kan even niet bewegen. Even niet bewegen of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik kon even niet bewegen. Je kan natuurlijk met die El Primo special kan je heel veel doen. Je kan heel hard schieten, maar dat kan met elke special. Maar wat je natuurlijk ook kan doen is op de bal springen. Waardoor degene die de bal vast heeft hem volgens mij loslaat. Dus dat is wel heel sterk aan El Primo. Dus daarom dat ik mijn special een beetje aan het bewaren ben. Voor echt noodgevallen, zeg maar. Dat is een beetje mijn gedachte erachter. Hij gaat even flink naar achter. En ik maai hem alsnog gewoon even lekker neer. Dus dat is even nice gedaan. Dat was niet echt een noodgeval. Ik heb de bal nu onderschept. Ik ga via links. Want ik zie dat die Mortis vol via rechts gaat. Dan doe ik even... Oh, zo. Ik werd daar even vol op mijn bakjes geslagen. Boom. Ah, nee. Ik wou net die special doen. Ik wou net even een lange afstandsschot. Oh, hopelijk heb ik mijn special nog. Want dit is even een probleem. Ik ga nu gelijk mijn special maaien. Boom. Oh, ik mis hem niet. Dat was een lekkere special. Dat was echt een special die ook nodig was. Oké, zij maken de weg vrij. Ik ga nu via rechts. Boom. Nee. Soms moet ik ook gewoon doorhebben dat je gewoon niet kan scoren soms. Soms kan ik gewoon niet... Oeh, dit is even pijnlijk. Moet ik mijn special doen nu? Ik moet nu mijn special doen, ja. Boom. Nee! Oh, damn it. Die special was goed getimed, maar net te laat. Dus net had hij al gemaaid. Oh, dit is echt balen. Hoe gaan we eigenlijk overal? Hebben we veel gewonnen? Ja, we staan wel op de plus volgens mij. 3311. Volgens mij staan we wel op de plus. Volgens mij begon ik met 3300. Ik ben nog wel down voor een laatste potje. Oké, het laatste potje is van start gegaan. En we gaan kijken of deze gaan winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb natuurlijk nu best wel wat verloren. Best wel wat gewonnen. Ik weet niet of ik alles uitzet. Ik ben nu al bijna een half uur aan het brawl starten met deze gasten. En ja, ik leer er wel wat van. Ik bedoel, de gasten waar we tegenkomen zijn zoveel beter dan ik. Met allemaal 600 brawlers. En ik heb nog niet eens een brawler 400. Dat zegt natuurlijk al best wel wat. Deze lijkt op Stitch. Van Lilo en Stitch. Ken je dat programma? Daar lijkt hij echt op. Ik ga even kijken. Ik ga eventjes afwachten met die bal. Want ja, ik kan nu wel mooi gaan pushen. Maar met één iemand gaat dat ook niet werken. Dus ik wacht heel even af tot één er weer is. En dan blijven we aan de bal. Dan kunnen zij niet scoren. Dat zei Johan Cruijff altijd. Zei Johan Cruijff dat altijd? Weet ik niet. Ik ga eventjes gewoon die bal even in de hoek passen hier. Gewoon even weg hoor. Even die bal weghalen. Even... Oh nee, iedereen is wel levend. Eend, kan je hem even pakken? Is dat niet slim dat ik hem daar in de hoek maai? Misschien is het helemaal niet slim. Eend maakt een lekkere kill daar op die gozer. Dat was even een lekker killetje. Die hadden we echt even nodig.
Ik wacht hier even af. Op zich ligt hij wel best wel prima in die hoek. Het is best wel onbereikbaar soort van om die bal nu te pakken. Best wel moeilijk om die bal te pakken nu. Hoppatee, die Stitch gaat dood. Ik weet niet wat voor een brawler dat is. Maar hij is even flink neer. Als nou Jelle even leven kan blijven. Kijk, dit is helemaal top. Dit is helemaal top. Nu moet ik gewoon mijn special doen, hè. Nu moet ik gewoon mijn special doen. Boom! Oh, hè? Wat de hel gebeurde daar? Wat de hel gebeurde daar dan? Ik dacht echt dat ik daar die goal ging maken. Oh, Stitch is Leon. Hoezo maakte ik daar niet de goal? Ik deed zijn power en dan schoot ik hem zo. Misschien kan het niet met hem. Ik weet het even niet, jongens. Ik ben even in de war. Ik ben even in de war, maar ik ga via links. Ik ga via links en dan ga ik via rechts. En dan ga ik via rechts. Wat een straatbeweging. Let's go, ik scoor. Laatste potje op het thee. Let's go, boys. Ik heb gescoord in het allerlaatste potje van de video. Wat is dit ziek. Oké, ik moet nu toen even die bal pakken. Dan ga ik gewoon nog een keer scoren. Eigenlijk moet je als El Primo altijd scoren. Je bent zeg maar degene die de bal moet scoren. Dat is zeg maar jouw taak in het leven op dit moment. Ik wacht hier eventjes. Oh, ja, ja. Ik ga eventjes naar achter. Ik word even naar achter gepusht op dit moment. Maar ook wel een beetje flink. Dus ik ga eventjes... Oké, dan geef hun gewoon even de bal... Kan ik even regenen of niet? Of ik kan er gewoon even doodgaan. Dat kan ook. We staan 1-0 voor. Dus we kunnen zeg maar nu een goal tegenkrijgen. En dan hebben we niet gelijk verloren. Dat is wel een ding. Ik vind echt één dit potje heel sterk spelen met Colt. Dat moet ik wel echt eerlijk zeggen. Oh wacht, we hebben natuurlijk gewoon gewonnen. We hebben natuurlijk gewoon gewonnen als het over is. Zal ik een eigen goal maken? Nee, grapje. Ga ik natuurlijk niet doen. Weg met die bal. Hoppatee. Let's go. Laatste potje. Hebben we gewonnen. Eend en Jelle, super bedankt voor het meespelen. We hebben volgens mij, of ik heb jullie cups niet al te veel beschadigd. Want ja, zie je, we zijn boven de 3300 gebleven. Super bedankt Eend dat je dit wou doen. Super bedankt Jelle dat je wou doen. Nogmaals, nummer 2 en de nummer 10 van Nederland. En van Global, Jelle zit op 24. Oké. Nou oké, zit waarschijnlijk ongeveer top 200. Nou, mega goed natuurlijk. Op Clash Royale zou het ook heel erg ziek zijn. Bedankt voor het meedoen Jelle en Eend. Ik hoop dat je een leuke video hebt. Bedankt voor het kijken. Ik zie je nog een video. Tot dan, mensen.